Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we aardig wat wolkenvelden boven Nederland, maar ook opklaringen, en dat is meteen het weerbeeld voor vandaag. De wolken trekken van west naar oost over het land, zijn soms dus dik genoeg om de zon tegen te houden, en af en toe ook dun genoeg om het zonnetje te laten zien. Stralend, zonnig weer met een mooie blauwe lucht, dat verwacht ik vandaag niet. Hij blijft melkachtig wit en soms is hij dus wat dikker, en dan weten we niet waar de zon is. Blijf wel zo goed als droog en de temperatuur loopt uiteen van 17 in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten van het land. De wind is vandaag nog windkracht 3 tot 5, vanavond en vannacht begint die toe te nemen, dan kan die aan de kust af en toe windkracht 6 zijn. Ook morgen overdag in de kustregio windkracht 6 en in het binnenland windkracht 4 uit het zuidwesten. Het wordt iets warmer, 20 tot 25 graden, maar in de noordelijke provincies moeten we wel rekening houden met wat regen. Woensdag breidt die regen zich langzaam naar het zuiden uit en dan gaan de temperaturen naar beneden. Alleen in Limburg wordt het nog 24 graden. Donderdag en vrijdag is het overal zo'n 18 tot 20 graden. De zon breekt af en toe door en vooral donderdag kan er ook een bui vallen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.